Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag breng ik jullie 6 tegen 6 kill confirm op de map Hardhead. Met dezelfde party als vorige week op Legends na. We zullen je missen. En dit is mijn ideale rushing class, de P90 Silence, de Rapid Fire. En ik haal de first blood. En ik word ook meteen gekillt door Gangsta Guy. Die man heeft sessie gejoind. De party was te vol, dus toen is hij maar naar de overkant gegaan. En dit moeten jullie zien. Ik zie deze man. Ik pre-fire. En ik word met 1 kogel worden gekillt. Hoe dan? Het kan gewoon niet. De game is op dit moment echt veranderd voor mij, maar daar ga ik het zo over hebben. En ze vermoorden mijn man snip voor mijn ogen. Nu hebben jullie me echt kwaad gemaakt. 360 dark tag. Kan ik deze man killen? Ja, ik kan die man killen. Dropshot for the win. Gangsta guy, ga liggen. Nog 2 man te gaan. Red ik dat? Ja, ik red het. Nog 1 man. Laatste. Hele team weggevaagd. Ik ben niet te stoppen. En 1 voor 1 lieven ze de game omdat ze me niet meer aankunnen. Waar ik het over wil gaan hebben is... Ik hou ervan om met subs te spelen in parties. Maar de laatste tijd heb ik alleen maar geraged. En ze hebben het echt gehoord dat ik alleen maar aan het ragen ben. Ik ben ook niet meer zoveel online. Sinds mijn KD was echt stijgende. Ik haalde veel Moabs. Maar op dit moment, sinds patch 1.08, is hij steeds hetzelfde gebleven. Dan gaat hij weer naar beneden. Dan gaat hij weer een stukje omhoog. En de game voelt gewoon heel anders. En voor de mensen die een goede internetconnectie hebben, of misschien ook niet, misschien klinkt dit bekend in de oren. Ik ben gaan opzoeken wat het nou precies was, wat het kon zijn dat de game anders aanvoelde. En ze hebben niet alleen de shotguns hebben ze gepatcht, maar ook lag compensation. Wat houdt het nou precies in, lag compensation? Dat houdt in dat iedereen gelijk is qua verbinding. Maakt niet uit hoe duur je verbinding is en hoe goed, iedereen is gelijk. Je hebt geen voordeel. Maar hoe fixen ze dat dan? Iemand met een goede verbinding geven ze kunstmatige lag. En ze geven een soort vertraging in je beeld. Het concept van lag compensation is goed. Maar de uitwerking is gewoon bullshit en bagger. Als je een of andere noob hebt die uit een derde wereldland komt. Die zijn internet illegaal aftapt bij een of andere achterbuurt internetcafé van Alibaba. Waar ik een heel magazijn op schiet en hij kan me killen met 1 kogel, dan is er iets mis. Dus in plaats dat het nu voordeel geeft, of tenminste dat het gelijk is, geeft het voordeel aan de mensen met een slechte verbinding. Kijk dit maar. Kijk die animatie. Hij gooit de Semtex, ik schiet 3 hitmarkers op hem. Ik dacht dat ik hem al lang had gekillt. Je gaat het hier weer zien, die animatie. 3 hitmarkers. En hij is nog steeds niet dood. Zodra je zeg maar, je gaat het zo zien, zodra je bullet schiet... En je zoekt opeens dekking achter een muurtje, maar de kogel van je tegenstander kan je alsnog raken en je wordt gekillt. Dat is lag compensation. Dus op dit moment is de game voor mij onspeelbaar. Ik zal je zo meteen nog wat meer clips laten zien. En kijk deze mensen dan. Gaan ze de fucking Polonaise doen in de tunnel omdat het morgen carnaval is? Hey, jullie zijn helemaal gek man. Het is nog steeds geen carnaval. Morgen misschien, maar niet vandaag. En helemaal niet als ik in de game ben man. Gekke woos. Die tunnel moet je echt vermijden, man. Het is echt druk verkeer daar. Maar, laatste tijd echt, het is over, zeg maar, gecompenseerd. Dus de mensen met een goede verbinding hebben op dit moment, hebben ze er last van. Dus ze moeten gewoon die shit, moeten ze weer fixen in een andere patch. Dat iedereen gewoon gelijk is. En wat kom jij aanspringen, Mogol? En what the fuck, hey. Deze man spant echt precies voor mijn neus. Hoe dan? Ik heb echt geluk dat ik die MOAB nog gehaald heb, man. Echt, damn. En voordat ik verder ga... Want jullie moeten eerst natuurlijk de standaard animatie Knife 360 zien van mij. En dan applausje geven voor de Moab. Applaus, applaus, applaus. Maar laatst speelde ik met anderen in een andere party. Ik kom niet eens op mijn woorden, sorry. Met Din Din. Zijn naam is echt grappig. Din Din. Hij is een kleine Marokkaan. Gekke Marokkaan. 13 jaar volgens mij. Toen was ik aan het denken. Die man rust als een malle. Haalt Moabs. Hij is de eerste volgens mij die in mijn party een Moab heb gehaald.
En Dutch Legend vind ik ook goed. Maar het zijn echt, echt jongeren die, die goed zijn. Maar toen ben ik gaan nadenken, wat deed ik op mijn 13e? En toen was ik Super Mario volgens mij aan het spelen. Akimo Noob liggen. En met cheat codes, omdat ik zeg maar de game niet goed kon spelen. En deze mensen halen gewoon Moab. Echt, je hebt echt veel talenten, man. Maar ik vind het jammer, want aan de ene kant zie ik heel weinig tieners of jongeren zie ik buiten op dit moment. En dat was vorig jaar zomer, dit jaar ook. En ik weet het, het is nu op dit moment winter, dus je gaat niemand zien. Maar ik zag het ook al in de zomer, dat er heel veel, heel weinig mensen buiten zijn. En voorheen was ik heel veel buiten, toen ik die leeftijd had. Was ik aan het voetballen, aan het basketballen. En eigenlijk mag ik ook niet praten, want ik ben ook niet meer echt fit. Ik voel me niet meer zo fit, omdat ik telkens aan het gamen ben. Wat ik wou zeggen trouwens, is ik ga een andere manier zoeken om toch met jullie te kunnen spelen. Want op dit moment is het onspeelbaar voor mij. Ik ga open lobby's ga ik houden, binnenkort. Game is weer afgelopen. Ik ging 41 om 2. Bedankt voor het kijken. En peace! Van de afgelopen dagen. Eerste clip. KSG. Bam. Live launch. We gaan terugkijken in de killcam. Ziet er bij hem heel anders uit. Hij kan zich opeens omdraaien en knijven. Nogmaals, kijk die afstand. Nu, let op. Afstand is... En misschien is mijn aim niet goed. Maar kijk, hier hitmarker. En bam. Opeens een knife launch. Volgende clip. Perfect schot. Hier, aim down the sides. Bam. Hitmarker. Man kan gewoon schaatsen over de grond. Hier, Semtex rustig gooien. Misschien nog even een pallet af. Boom. Spoel hem terug. Kijk. Perfect schot voor mij. Hier. Boom. En die man is gewoon de motherfucking exorcist. En kan gewoon zweven over de grond. Kan gewoon niet. En dan kunnen jullie zeggen, Mike Romeo speelt met een shotgun. Hier. NP7. Man gooit die Semtex, schiet me neer. Express niet silence, zodat ik meer range heb. Check, nog een keer terug. Ga het beter zien. Hier, ik heb me eenmaal omhoog. Hij nog steeds niet. Man gooit de Semtex. Heb al hitmarkers op hem. En man kan gewoon killen. Niet normaal, hè. Hier, volgende clip. Laatste clip. Loop rustig een rondje. En ik word genijfd door Casper het Spookje. Hoe dan? En deze ghillie suit mogol. 8 hitmarkers en dan pas gaat hij liggen. En het is niet omdat mijn aim faalt of wat dan ook. Ik zal hem terugspoelen, let op. We gaan tellen hoeveel hitmarkers ik hem hit. En hij springt 1 keer de lucht in. Let op. Hier. 1. Spring ik de lucht in, ben ik hem kwijt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en nu pas gaat hij neer. En hij heeft geen ballistic vest of niks. Misschien is hij wel een fucking hacker. Maar mijn aim faalt ook niet. Dus het is spot on gewoon. 8 hitmarkers voordat hij gaat liggen. Nou, dat klopt niet. En daarom is het spel op dit moment voor mij onspeelbaar. Peace.